Ik heb. Ja. Moet blijven spreken, zo wel ook worden. Ja, maar langs daar gaat dat gemaakt. Ja, dat zijn dan in elk geval, hè? Ja, man, ik moet je dakken. Met dit meggezond, maar ik verexcuseer me dat ik tussen nu de lood schoven. Omdat ik het thema natuurlijk ingestudeerd heb, in beschoft, vroom zou ik maar zeggen. Maar ik heb met een twintigtal grandocircus gebouwd. Ik heb met meer dan 20. Maar je moet eens nooit, ik zei net dat er een koppelsbouw is. Ik denk dat ik er wel zal toekomen. Een vele koppel en ja, de rest moet maar bij iemand mee zijn. Je moet alleen een slachtoffer hebben die dat wil doodtieren. Hé, hey, ja, hé, hey, dat is normaal. Maar ook gedeeld. Want ik heb een hoop papier gebouwd. Waarom een hoop papier? Omdat ik over het moet spreken. Waar het niet veel van te zien is. Ja en nee. Er is nog van alles van terug te vinden. Maar gemeten aan wat er vroeger was, is er weinig. Dat is allemaal, ja, dat moet ik zeggen. Dat is de relativiteit van alle dingen. Op die eerste bluts ga ik zeggen, hoe je mee omhandelen. We reden onderweg verloren lopen, gaan pissen en het, ons terug willen zoeken. Maar gewoon wanneer, via de Bufferstraat, de Vie met Pierrenstraatje, dus straks vroeger iemand die beelden, kunt te vragen over dat grondleep. Waar is het Pierrenstraatje? Nee, ik had gezegd, ik moet eerlijk zijn, het Paardenstraatje. Maar dan vroeg ik, waar is dat? Ik zeg, dat Pierrenstraatje, nou dat ken ik. Ik bedoel, man. Vandaag kwam aan Dijkrijk, de Koeistraat, Sint-Janskerk, Stapgat, het Groen Waterke, Buskoppenstraat, iedereen weet wel waar dat is. Is dat voor ons allemaal? Heb je dat geregeld, zo dat verre? Heb je dat geregeld, die appen? Dat was voorzien na de wandeling, je moet het eerst bewazen. Ja, allee, goed, hè. Dus, de Buskoppenstraat, de Kaplanenstraat, de Abbeistraat, Melaan, Wismet, De Laan, het Gatenstraatje en komen we aan de Boutermet. Ook komen we aan die vleten. Dat is een vraag, als je over de vleten spreekt, die dikwijls gesteld wordt. En daarom de bijlekers. Als je dat bijlekje neemt, ja, de list. Dat is goed. Iedereen mee zijn bij iemand die een blad heeft, want mijn voorraad is ook. Het is zo aan de onderkant. Dat komt uit dat bijlekje, komt uit Mechelen de Eerlijke. Ik zeg het maar, dat je het weet wat ik dat gevonden heb. Want de deel, dat is een vlaktestroom. Ik vat het niet een rivier, maar gemakkelijk het zuiver noemen een stroom. Een vlaktestroom zonder vaste bedding. We spreken dan wel over de tot van de donkerblauwe patatten, om niet te zeggen, 4, 5, 6.000 jaar geleden. Koud, dat is wel voor onze taart, maar dat was een vlaktestroom en die bewoog, die bedding bewoog, die ging over het weide. Met daarna nog, ik herinner me één ding van dat plassen, de Mekong-delta, dat iedereen wel kent, weet je, weet je ook nooit niet elk jaar waar dat de overbedding is, of de delta van de Amazone, of het, zoals mij geleerd wordt, estuarium. Te zien, wat gebeurt er nou? Dat is dat dat water of dat rivier, gelijk dat je het wilt noemen, met een tijd zich toch opvormt en dat er aaltjes komen. Oeverrug, gelijk men dat noemt. Een hele bekende oeverrug is bijvoorbeeld het plateau van Oembek, hè? Dat weet dat bezig is met archeologie en aardrijkskunde, weet dat. Dat is werkelijk een bult. Maar gaat dat ook plotseling. En daar zou dus een bewoning ontstaan zijn.
bewoning overstaan, ik overdraf misschien, geen vaste bewoning, maar zouden kunnen, ik zeg, zouden kunnen mensen geweest zijn. Want men heeft zeer recent, maar een paar maanden geleden, sommigen weten dat, als toen per zoek, silex gevonden, bewerkte silex, een stuk in afslag. Dat betekent dat daar iemand geweest is, want anders kan dat er niet liggen. Dat is teken dat er iemand silex bewerkt heeft. Dus teken dat die mensen waren, pakt weg 6000 jaar geleden. Ik zeg niet dat dat makkelijk was, maar dat waren wel mensen. Dat is toch schoon, hè? Als je kunt zeggen, we wonen in een stad waar 6000 geleden al mensen waren. Ik zeg niet dat die wonen, geweest zijn. Wat gebeurt er dan verder? Mijn boeken niet op eten en vrienden. En dan niet op pissen, want daar steken mijn foto's in. Ze zit op een brug na, op een brug. Nee, wat je allemaal kunt blijven als schietsen. En dan gaan we nog mee, een mokken die dringend moesten pissen. En die tegen de mensen van de kerk pissen, en dan kon er dan zin en op die manier had gezassen. Toen konden nog met een agent een boutje kappen. In elk geval niet afdwalen. Dat is dat men in de loop van de recentere geschiedenis, en dan spreek ik van 2500 jaar geleden, al meer vaste bewoning krijgt. En daar zijn spouwen van. Dan maar in de vletenkelder, daar ligt de prauw. Wat brandt dat er ligt, maar kom, het zijn de resten van de vrouw. Ik heb die nog gezien, dik 50 jaar geleden in Brussel in Bezijn, en dan gelijk die nog op een vrouw, hoor. Dan was die in een stil, zo, min of meer. En dan krijg je dus nederzettingen. En een bekende nederzetting die opgegraven is, in het begin van de 20e eeuw, dus dik 100 jaar geleden, waar de vrouw gevonden is, was ook lekker spoor. Zover we mij niet gerust. Gebouwd op palen. Dus op palen bouwen het water te staan. Waarom komen dan mensen wonen op een rotte plek die overstroomt, al water dat je niet weet vandaag idee morgen is dat? Dat zijn redenen die nog geldig zijn. Ten eerste water. Niks kan leven zonder water. Geen geloffen en geen mens. Dat is één. Ten tweede, water scheidt, splitst, maar verbindt. Dat wordt vergeten. Wanneer denken water is diep, is breed. Nee, water verbindt. Dat waren vroeger in de oertijd en zelfs in de middeleeuwen, nog in de moderne tijden, de autobanen van die tijd. Langs dat water was transport mogelijk. En niet alleen transport, maar ook communicatie. We vergeten dat die water, die rivieren, die brachten niet alleen goederen, maar ook mensen, ideeën, cultuur, taal, wat weet ik allemaal mee. Aan de andere kant komt water ook aan beveiliging. Als je woonde op zo'n hoogstuk, woonde op een eiland. Dan waard je eigenlijk omringd aan water. Dan waard je beschermd tegen loslopende stouteriken, om het eufemistisch zo te drukken. Dat is altijd mensen die schelmen houden. Eventueel ook tegen dieren, biesten zich eens in men. Want we mogen niet vergeten dat onze streken tot die historische tijd, om niet te zeggen tot zelfs in de 17e eeuw, dat geen wolven vond. Ik weet niet, kan een wolf zwemmen? Ik weet dat niet. Die dan konden eventueel op een orange volg. Wat heeft men dan gedaan, wanneer die mensen kwamen? Dat zijn ideeën, ik kan niet zeggen dat de wit op zwart juist is. Hè. Dat durf ik absoluut niet zeggen. Dat zijn ideeën, ik wil de naam noemen in de tijd van Jeff Lotterover. Maar, zeg gerust, heel die streek was de snede met watertjes. Dat is dat met die watertjes
gaan min of meer kanaliseren is. Men is kan zorgen dat die niet zo mij overlepen. Men is die gaan kanaliseren. Daken. Daken liggen. De Hollanders kunnen dat, maar konden dat ook en kunnen dat ook. En een ander wat men gedaan heeft, dat is in foute grachten gegraven. Wat dat we al later vleten noemen, grachten. Het water dat daar te vuil was, laten af te vloeien. En dan krijg je een heel net van wat de walen noemen de vleten. En dan staat op de andere kant. Dat is een plannetje van 1809. Daar, ik heb me geamuseerd met het allemaal met een blauwe stift, blauw te kleuren. En dan een kleurenfotocopieke van dat maken. Het plannetje is in 80 kleiner, het is wat vergroot. En al die blauw is water. De grote ring is de stadskracht, niks te zien met vleten. Maar er was wel water in de straten. En de deel, die stad zo wat in het Wiesnoot, nou nog, Mechelen uit en Mechelen zoot, intramuros en extramuros. En dan overal die kloonbelastreppetjes, de vleten. Wat nog opvalt, dat is dat die vleten ook niet alleen een functie hadden voor water, voor te drinken, dat er ook water leverde voor de industrie. Ik denk vooral aan de wolindustrie. Voor de brouwerij, zeg eens, zo'n tijd zat water uit de Delkman, maar dat was grondwater, zeker rust. Maar het water werd ook gebruikt. Foto's zijn bekend, hè? Stolvliegsters, voor de bezen te wieken en het stroot enzovoort. En dan was er nog iets wat zei dat die vleten dienden. En dat is ook zoiets wat vergeten is. Die vleten werden gebruikt voor scheepvaart. Dat waren waterstraten. Denken we aan de Rijen in Brugge, de grachten in Amsterdam. Dat zijn vleten. Wij noemen dat vleten, maar dat is in feite krachtelfde. Dat zijn in Holland nog steden of dorpen waar dat gevaren wordt te vleten gebruikt worden. Nee, dat is meer in het noorden dan allemaal snappen. Maar ook die vleten werden gevaren met platbodems. Schepen die dus in de keel hadden, maar plat. Men kon dus van Mechelen naar Katlane Waver waren. Dat kunnen ons dan niet indenken. Maar men kon dus, weten zeggen, het bestaat nog, de vrouw vleet ook varen. Ik begin zuid te Mechelen, tot een Mechelen stad, wel nog een dierlijkheid Mechelen, en zo weg. En dan moet houden. Tussen daar verandert hij van aan, men wordt dat boeien mee. In die Mozen had je de twee Barenbeken allemaal bevaarbaar, platbodems. Ik wil ook zeggen dat die vleten tussen daar van aan veranderden. Dat je de ene keer het lezen die naam, de andere keer een andere naam. Maar kom, dan moet er baan nemen, dat is zo, dat was zo. Dus die vleten werden bevaren. En ik heb dat printjes van boven. Niet dat ik zo mooi door mijn nek klaps. Ik heb dat geprobeerd te documenteren met printjes. Ik zal het later rondgaan, ik zou het graag terug hebben. Ja. Als het kan, als het een bleef, Mercedes, dank u wel. De dalen. Hey, de monding van de. Ik heb een aan. Dat is ik het Brugeer, die zeiden niet, maar die is daar. En wat zeiden daar op die vleet liggen? Een vrij grote boot, hè? Als ik het u laat. Hè. Ja, kijk. Ik heb geen, kan op mijn machine geen grotere afdrukken maken. Excuseer dat ik dat niet beter kan. Maar daar zijn ook voorbeelden van dat er op die vleten bootjes varen. En ik kom direct aan een anekdote. Dat is dat men langs die vleten van alles vervuilde, maar dat daar ook spelen waren op gedaan. Ik heb moeite gevonden dat er in Mechelen verdronken zijn in die vleten. Of op de deel. Aan de noten daar aan dat stuk op die foto, waar ongeveer de Winkertbrug is, zit boten de Winkertbrug. En dat daar met de kermisdagen in 1600 in een vele bootje omslaagt, met veel jonge mensen, dus, dat leeftijd zat er, waar die alle weer verdrinken.
Dus water brengt weinig mensen verdrinken. Kan niet anders. Je hebt er ook die alle verdrinken in en wel altijd mee, maar dat is dus die vleten werden gebruikt voor goederen weg te voeren. Het moet. Maar ik heb dat niet gevonden, maar dat officieel ook. Ik heb het wel gelezen, maar niet wit op zwart, op een notarisch document of een akte. Dat op een moment op de deilen, op de deil, zoveel verkeer was dat ze een enkele richting invoerden. En je kunt op dat plan zien dat er op een moment de vleet van een bouw is, hè, die aan de ene kant in de Deiloot komt, ja, de stadspoorten, en dan terug, wat moet ik zeggen, een bouw. En dat doet de vleet de lage boete verder te zeggen en op de Deilen volgen. Een sans uniek, om dus te verhinderen dat de ene in de weg voor van de ander. En dat was vuil overslag. Dat, en dan kan mijn Peter met de vleten niks te zijn, maar toch met water, en zeker in Mechelen. Dat is dat de deel, tot in Mechelen, tot dan, pakweg de Kraanbrug, maar zeker tot dan de Oegbrug, bevaarbaar was voor zeeschepen. En ik heb dat al ontdekt, die zijn allemaal mensen met een zekere educatie, maar als je vrij jonge mensen, ik bedoel 18, 19-jarigen, die weten niet hoe dat een zeeschip van op de oceaan tot in Mechelen gerokt is. Die zeggen, ja, dat schip dat zal dan de kust varen met een container. Die schepen, die kwamen van bijvoorbeeld met Waan. En met Waan van Bordeaux, weer vuilingen van vroeger. Weer vuil meer Waan gedronken in de goede midden dan bij. Die verder een stukje oceaan af en dan kwam die dat kanaal in het mouw van Kalis, de estuarium of de Schildemonding op. In de volgende, de Ruppen en zo de deil op. Dat zijn dat, hè? En die de deil op. Missal. Ik weet. De Janda mag foto's laten zien van schepen, foto's hè, dus geen tekeningen, dit hebben ze al ver in de 19e, schepen die tot tegen Mechelen waren onderzaal, kwamen tot tegen de stad, eventueel moesten ze dan getrokken worden, de piaren of de mensen, maar dat is een ander verhaal, dat had niks te zaken. En hier werden die overgelooien, die schepen. Op Klander. En die vaarde vaar hoor, naar Verland, het model van het schip, die vaarde de deilen verder af naar Leuven, die konden de Deimer op aanschoten. Het feit dat ze kwamen meet of wat schip was Zoutleeuw. Dus je kunt volgen op een atlas. Zoutleeuw, dat was de rijkdom van Zoutleeuw, een heel goed stadje, en dan moesten verder de Ossenwagen of wat ook. Dus die vleten werden gebruikt. De deilhoek, dat is de loops gezegd. Ik heb onze foto, zitten we dus dodelijk in de tweede helft van de 19e eeuw, van de haven van Muizen. Nou moe, Muizen, de haven van Muizen. Het is een ribaan van Muizen. Dat was vroeger een haven. Je moet daar niet veel denken aan dokken, gelijk in Antwerpen, Zoot of Noord. Dat was gewoon langs de deil, om een deilenberg, voor mensen die het kennen, was eigenlijk die over afgewerkt, zeggen we, planken en palen, zodanig dat dus een schone gelijke kant ontstond, die diep genoeg was om schepen aan te leggen. En ik heb de foto konden zien dat die bijvoorbeeld bakstenen lossen. Dus dat, de vleten, om samen te vatten, overblijfsels van een prehistorische vlaktestroom, die dus in de tijd, dat de mensen die kwamen wonen, stilletjes aan getemd is van dat water gebroken, onder de vorm van kanaliseren, eventueel hier en daar wat grachtjes bouwgegraven, en het water diende voor iets en vooral de mensen, voor de heren, voor planten, maar ook voor de industrie, vooral wolindustrie, leerbewerking, maar aan het goudleer die heel veel water gebruikte.
We gaan eens proberen die vleten terug te vinden in Mechelenstad. We hebben ongeveer een kilometer 300 tot een kilometer 500, verder niet. Dus je gaat er niet kapot lopen. En ik ga ook niet bij elk gebouw dat ik me tegenkomen stoppen. Het gaat over vleten. Dus verwacht niet dat ik iets vertel over Sint-Pieterskerk of over het gerecht, niks. We gaan naar sporen van vleten. En de grote man van vleten, die alles weet, nou, waar dat die vleten liggen, dat is meneer Timmermans van de stad, de ingenieur hier, dat is de man die werkelijk, ik kan zeggen, ik moet zoeken, die gaat er met zijn ogen door over een hart open. Als je echt weet, wilt weten, dat ik nu weet, die Timmermans weet dat allemaal. En daarmee vind ik het tof dat dan vandaag. We gaan op stap naar de Befferbrug. Ik zou zeggen, ik steek met een paraplu omhoog. Die had ik in de kelder, ik had die laten liggen, hè? Ja. De katten in die kelder gedaan, omdat die kelder een beetje vochtig is. Ja. Want dat waren zo'n palen en een paar munten waren die toch zo, hè? Ja. Ik heb die daar laten liggen. Ja, die zullen ondertussen wel. Is dat niet gezegd? Ja. Met dat nij te liggen, is dat een groep. We staan hier aan de Befferbrug. Hier waar wij staan, was de Befferbrug. Heel even de vleet. In die Befferbrug. Die vinden nog terug, sommigen kennen dat, weten dat. Die staan in een botaniek. Als je binnenkomt langs de Brul, in de volgende, en je komt in een botaniek, en er rechts zo een ardone leiding staan, een beetje begroeid met bos. En dat is de A. Befferbrug. Ik heb daar nog een foto van bij, een hele schoene oude foto. Die mag ook rondgaan, want het is te klaar om iets te laten zien. Maar daar zie je die leuning hier gaan staan en als je strak of morgen rondloopt, dat is naar de Befferbrug, dan in de compagnie, dan vinden ze terug. Die vleet is majestisch dicht gedaan op het einde van de 19e eeuw, want die vleten, kan wat verrot lopen op mijn wandeling, dat is niet. Die vleten hadden een groot nadeel.
die stopt, vooral de liege stopt, onder water. En kijk, de hoge staat ook, hè. De Staatsenhoek, dat is een hoge kant. Hoe liefst wij 8 meter, geloof ik. Hoogtepunt van Mechelen aan de Staatsen, moet van 8 meter. Hier staan we op 6, station. Hier staan we op 6 meter, ja, boven Zeerschmeer. Staatsen is wat hoog. Tussen 8 en 9. Ja, en noem dat is nog een toer. 12. Dit is dat een hoog. Die liege kant. Waarom bleef dat naar jou over? Zeggen, waarom bleef die stad over? Ze zijn dat allemaal gekanaliseerd. Maar Mechelen, de Deel, is nog altijd een getijde rivier. In Mechelen niet in het centrum. Omdat de Deel, dus het Wiesloos, de Bouwensloos en de Beneensloos. De Deel is in Mechelen stopt, in stilstand water. Dus een Duidroos is een sloos, helpen ze eventueel weer te spelen, maar dat heet dan. Maar verder dat er was, had het toch nog niet makkelijk. En dat vind je terug als je reisverhalen leest. Nou lezen ze een reisverhaal in een gazet of in de tv van Rudy Franks die naar de gestaat. Maar vroeger hadden ze dat ook, hè. Maar dan denk je dat man op mijn leed leven vinden, alles bestaat nog. Dat is niet anders. Dat is dat zo'n mensen. Als verhalen lezen, gelijk Gerard Forster, dat is heel bekend en duurder. Die had ook een raasverhaal gemaakt, dat ze in 1520 ongeveer, als je weet, hier is het makkelijk, 1820, 21. En die mensen die zo op Duitsland kwamen, of Zwitser, Oostenrijk, of Baraaien, en die kwamen, hey, dat was toen allemaal één groot land, hè. Dat moet je niet vergeten. Oostenrijk, Zondaars, of Monarchie, of Keizerrijk. Als die hier kwamen, en die schraven dat, die waren verschoten vanuit dat ze het nooit gezien hadden. Dat water ging op en neer. Dat kwam op en 6 uur nadien ging dat weg. En 1 uur later was dat druk. Voor ons is dat een evidentie, want als je in Antwerpen komt, dan gewoon die schilder van de moe van de zee. De ene keer de strand van 100 meter en de andere keer de 2 meter. Dus we zijn dat niet. Voor die mensen was de wereld onder. Maar het betekende nog iets. Dat het springtafel, dat kan dan de zon en de maan in één richting staan. Ja, kom, dan moet je maar eens na zijn. Een keer googelen ze. En gaat dan bijvoorbeeld op de strenge westenwind, noordwestenwind, dat water opgeduwd, opgesloten. Toen weer over de Schelde en via de Rippel de Deil opleveren. En gaat dan bijvoorbeeld een paar dagen te vuile regen, gaat daar in die Waal-Brabant en in sommige stukken, dat dat water kwam, dan leep die stap onder. Ten eerste, dat leep over aan de Deil. Ik heb dat foto's van Baam, die is even zo dat kapasjes uit te vinden. Dan wil hij het beste, dat is ook een boek, maar ik heb de foto's gezien hoor. Dat is rond de 20e en 19e eeuw, de lange Schipstraat, een Broer en Zadenstraat. Dat zijn bekende foto's. Die Deil leep over, maar het was niet altijd die Deil die de grote oorzaak was. Ook die vleten liepen over. En dat was nog erger, het water kwam ook uit de kolken voor de roesten. En dat was het kwetsen. Dat water loopt de woesten. Want die Deil en die vleten, dat doek later, dat was hier de slagpool. Hè. Iedereen groeide er alles in. Hè. Dus ik moet de zin van hier waar we staan, in staan ongeveer. Dat was de slagpool. Hè. En mag je niet vergeten. En dat in zover dat er iemand aan die vleet woonde, dat die bij zij recht in de vleet kwam natuurlijk. Om heel deftig en proper te zeggen, om het deftig te zeggen, dat drijft er rondheen. Een ander vol. En als je dan die overstroming had, langs die kolken, langs die roer te zien, hè? En het was dan, laten we zeggen, augustus of september. Heel erg. Dat was gewoon warm dan, hè? Dat water trok weg.
dan blijft de deur laag slorgen. Een paar centimeter diep. Volgens mij lap erop. En daar zaten dan bacteriën in, virussen, microben, en wat weet ik allemaal. Ja, allemaal gewoon. En wat krijg je dan? Epidemies. Tyfus. Slomkoud. Broederloop. Broederloop is diarree. Broederie is diarree. Dat krijg je dan. En als ik dat vertel, dan is dat niet uit een boekje. Dat komt van mijn vader. Mijn vader was van 1893. Ik ben nogal laat geboren, maar kom. Ja, mij, als ik mijn vader als hij vertelde van vroeger, dat was van 1900. Hè. Die had als kind, tijdens een van de grote, laatste tyfusepidemie in het gasthuis gelegen. Met dus, tyfus. En dan is daar Frans Broers, mijn naam is bekend aan de Frans Broersstraat. Iedereen weet wat dat is. Zij me kan, dat was niet te vroeger over de pissen weg. Hè. Toch ongeveer, ja. Is dan een goed plan gekomen om niet alleen die vleten tussen de koeien of te overwulven, maar ook met de dalen tussen sloten te leggen. En dat was Frans Broers, en die noemde ze Suspiedreus. Dat was een plan dat toen honderdduizenden franken van toon, hè. Dat zijn miljoenen euro's verloren. Dat was een project dat je bent vergelijken met neef stationbouw. Dat ingrapend was. Niet alleen dat dichtgooien van die vleten, wat weet ik, maar het graven van die afleiding. Ja, die afleiding zelf was niet aan stadskracht, hè? Ja, stadskracht lag tegen de stad, dat is allemaal. Plus die slozen, de bouwenslozen, de benedenslozen, wat weet ik. Dat heeft veel tegenstanders gehad. Politieke tegenstander, een ander iedereen had zijn reden voor tegen te zijn, nou nog hè. Want de stad deed toe, de meesten zijn tegen en als dat een paar jaar is, vindt iedereen dat goed hè. Zelf, ik wou nu de geneten willen geven die tegen de parkings onder de grond waren en daarna vrouwelijk kunnen opzetten hè. Op Toonhoek, en ik weet van de overs beeld van mijn vader of de moeder, die was ook nog van de 19e, dat ze dan aan de deur van Broers, een paar mannen met muziek, zo klaar van parken, die dat dagen aan een stuk speelden, altijd maar hetzelfde. Zus, maar doet. Niks anders. Het is niet uitgevallen, hè? Maar hij heeft zijn kop duigen, zijn wiel duigen drijven. Waar? Plukken dan wel op de voet gevallen. Dus, ook dat is overband met vleten. Dat is iets van de rand van politiek en volkskunde. Maar, die vleten hebben zo'n belangrijke rol gespeeld. En nou nog, want ik weet, mijn broer, de firma Koppenstad ergens, die kocht een stuk grond op de Luifse Steven en wou de bouwen en dat mocht niet. Want daaronder liep een bijk. Dat dan een vleet is of een bijk of een gracht, dat is hetzelfde. Hè? Ik geloof dat de Hansenwijk bijk heet. Of die wat verder op Noord, eigenlijk zwart. Hij leeft een week en hij heeft daar niet mee gelopen. Iedereen weet wat dat is, dat Daagrecht. Die trouwens Daagrecht. Over die naam kun je discussiëren. Men heeft in de laatste decennia de neef op straatnaam bordjes is de naam Heergracht. Vroeger was het Heergracht met AI. Wie dat daar Heergracht van gemokt of weet ik niet. Ik laat dat midden wat goed is. Ik kan de wilde gistondpunten niet nemen. Maar ik denk dat de AI korter bij de oorsprong ligt dan de dubbele. Men zegt ja, het was een gracht dat de Heer werken liet aan uitvoeren. Sorry, maar een heer liet aan alle grachten misschien werken uitvoeren, hè? Dus dat zijn allemaal heergrachten. Ik denk dat de naam ergens niet lopend toponiem is. Ik wil, kan daar niet over oordelen, maar ik denk dat die AI juist is. En waarom? Omdat nou Nederland, middenlief Nederland, ik heb daar toch wat in gelezen, de I en
betekent dat de voorgaande klinker een scherpe klinker is. Staat er een E, dan is het een lange klinker. En niet graag sommige lezen ei of E, nee, dat is een lange klinker. De E verlengde de klank en de I verscherpte de klank. We hebben dat nog in een paar woorden. Hè? Ooi, ooi en ooi en hoe, dat hoorde nog een scherpe O. En geen een lange, maar ook een scherpe. We zeggen kolen, maar we zeggen hooi. Klinkt helemaal anders, dus ik kan me daar niet over oordelen. Dat is een paar jaar geleden terug opengelegd. Dat weet iedereen, je ziet dat dat nieuw is. Maar wanneer men er aan het werken was, minder aan de waar vroeger de koeibrug was, hè, dat noemden ze de koeibrug, heb ik nog foto's gemaakt omdat je de bouw zag. Het is overwulpt en dichtgegooid, maar daar kon er nog de bouw zijn van het overwulpen. Dus die loop was werkelijk heel. Het plezante is dat dat stukje vlees nog niet lang open lag. En komen we achter het stukje. En dan zullen die vlak over wonen. Dat goudvissen zijn die zwemmen. Van waar dat thee kwamen wij hier. Ze hebben overleefd, de winter overleefd. Ik heb die dan niet ingezet voor de wandelingen. Je ziet er om een vrij jaar in, minstens. Hè. Maar dat steken, dat proper water hier. Wordt gezuiverd. Wordt dat gefilterd? Wordt gezuiverd. Wordt de lucht. Want zo'n tijd beweegt dat, hè? De jacuzzi van de stad. Ja, iemand zei dat water beweegt zo'n tijd. Voilà, woorden, de jacuzzi. Dus het is veel vrij diep. Ik vind dat persoonlijk diep. Ik kan niet gewoon zwemmen. Ah, dat is toch diep, hè? Hoeveel meter? Als ik 2 meter. Nee. 1,20 meter. Omwille van de veiligheid, je moet niet zwemmen, je moet gewoon recht staan kunnen blijven ademen. Ja, maar als je nou je benen niet kunt staan. Ja, maar het is plat van onder, hè? Ja, maar kom. Het is 1,20 meter, dus de normale mens kan er niet in verdrinken. Maar als je nou laat overkoppelen, dan wou je hem wel niet anders, hè? Ja. Nou, wil ik toch zeggen over die vleten. Ik heb de straks gezegd dat verdronken regelmatig. Vroeger aan die vleten is dan een leuning, waren geen leuningen. Die tekeningen vinden niet dat er leuningen stonden. Hoe kan de deel niet? Aan de deel waren geen leuningen. De leuningen die ernaast staan, is het van na 1950 of 60. Daar stonden geen leuningen, want dat was het haven, daar kwamen schepen aan liggen. Zowel aan de steenkooi, iedereen weet wat de steenkooi is. Hè? Ik zei net sommige krikken, moet je hem maar vragen. Ik had de vismet, kadaverwerf, zoutwerf, de tichelra, daar konden ze geen leuningen zitten. Dat betekende dat tussen de ook iemand in wil. En het laatste die ik weet, die is erin gevallen, dat was een kind, dan zijn we in de jaren 60 of begin 70 aan het plantje. Iedereen weet het plantje. Dus een kind met een fiets bergsken afgereden. Dat was vroeger, was in de jaren 60. Bergsken afgereden en de deel ingereden. Een kind dat niet gewoon kon steuren of niet bewust van het gevaar. En nadien is men begonnen met leuningen te zetten. Hé, zijn geen leuningen. Denk ik dat als er ook iemand invalt, dan zullen er ook leuningen komen. Gelijk men in Antwerpen, dat scheelt daar ergens. Nou, op het moment is het vrij veilig. Maar een 10, 12 jaar terug, woonde in sommige van die oren. Families met veel kindjes. En als de blinde muur, of niks, er stonden wat dotters. S'avonds of zondag stond hij bijna niks. En die kindjes speelden voetbal zo over de straat. Ik kwam mee altijd met een auto, of toch regelmatig met een auto daar. Ik wist dat, hè. Als ik die nu kom draaien, hier verlichten, hè. Want die kinderen die ballen rollen, die bal ging voor alles. Hè? Dus ik ben allemaal, het kan allemaal gebeuren. In elk geval, proper water, vissen niet. Ook zijn er al veel. Ze hebben gekweekt zelfs. Ze hebben gekweekt. Zeg, ga die dat toch niet zetten, Walter? Hé, wat gaan we dan wat verder? Kakto daar in staat. Ja, maar je komt die vissen even op te eten.
Zeg, wie een kut komt in je schild? Verboden de vissen te voeren. Ze lag in de botaniek en in Flavro. Ja, staat in schild, verboden de vissen te voeren. Hè? Is dat straf, hè? Kun je dat indenken dat hij binnen kut zijn schild zou staan? Verboden de vissen te voeren. Weg lekker. Ik zou dat niet verkeerd vinden. Hoor. Aan de melaar staat er zo hier, hè? Aan de melaar staat er hier, verboden de eenden te voeren. Ja, om de ene te doen. Zo, verder dan. Van de duiven te spreken, dan wel goed. Als zij de straat raden, dan op een baard en met kieken groenen heer, heel de loop van de Aagracht kunnen zijn. En ik heb dan ook witte steen uitgeld. Die mannen die dan straat waren, gooiden die witte steen weg. En ik zeg, mag die nemen? Ja, ik had toen 20 frank drinkgeld, ik mocht die witte steen hebben. Of zeg, grote stukken. Ik heb die in mijn lotteke gelooien en ik heb die naar de Frans Roos gedaan. Ik weet nog wel je dat niet. Ik kan het overrijden die in Ozak aan het restaureren was. En elk stukje witte steen van gebroken. Daar zit steen tussen die nee van de, moet ik zeggen, van de kade. Hè? Van de koop komt. Alles kan direct op de Zo, hier staan we op de trektankbrug. Dat is de Vleet, de trektankbrug. Van waar komen die namen? Wel, dat waren namen van Ozen, Huizen. Een Oos gaf de naam. Ook die stortjes van de naam, hè. Muzzelstortje, dat was het huis de Borzen. Die makkelijk betekent, muzzel geven nog iets anders. Ja, maar toen ook nog anders bussen gaven. Bussen de gaten, de schaal enzovoort. De leger stond dus een hoofd, maar ik weet niet, ik denk dat het daar stond. Dat was dus de trekgang. Die Vleet bleef hier en je zei nog gewoon de loop. Nou staat dat een stukje neebouw van Stip, maar dat staat er nog maar een jaar of 30. De bouwer leef dat thuis en dan had een blind burke in de Stassenstraat. En dan Dat is een beetje een kwestie van de sterke. We staan op zijn melaren en dan heeft hij een kinderspreekwoordje in Mechelen. Alle dagen staat er water in de straten. En dan de staten zodat de melaren. Waarom dat ze dan met lachen zo mee? Dat is omdat we de A goed kunnen uitspreken. Dat is niet waar. Niet altijd. Ik kan een voorbeeld geven. Ik heb wel een Mechelse hoek. Die is de straat links. Is de Bufferstraat. De Bufferstraat. De straat is weg, hè? De kutte A. Die spreken hem ook niet al te dood. Maar ja, dat is een andere kutte. Maar in het algemeen spreken de A proper ook. En zegt de Mechelen zijn niet proper, maar proper. Proper. Ja, proper. En dan de sluiter. Ik lag er al zelf mee. Met de
schone schoenen in Meggen en Schoenen. Of je wilt in plaats van meer bier, meer beer. Dus we kunnen die klanken losbreken. Maar toch niet doen, hè? Dat is het een van de karakters van de Mechelen. Een beetje dwaas. Een beetje moeilijk doen, hè? Hoe noemen ze dat wij meegeleerd wordt? Recalcitrant. Dat is juist. Oh, dat is een slimme die je bent. Dat kent hem. Die net al meer zitten. Zeg maar, we staan hier aan de blit. Je kunt dat even de tekeningen van het kennen. Ik heb twee tekeningen bij van een ende. Dat zijn gewassen tekeningen, in die kleur, dat zijn lobby's. Van eer de straat. En dan ga je dat terug herkennen. Daar plaats je de brug, een eenvoudige brug. Dat gebouw met die trapgeven kende terug. En wat zei je dan dat daar een boot ligt met een masje en zaal? Dus tot eer was in elk geval een schip gevallen. Dat betekent dat je dus wou bouwen en alleen bakstenen brengen. Dan komt tot eer varen en de bakstenen lossen. Ik was van 100 meter draaien en haar gelang maar gebouwd naar een ander vleet. Dus ik heb straks gezegd, die vleten hadden ook een economische functie. Dat was niet alleen water in de straten, maar dat was ook een economische functie. Laten circuleren. Dat is het zicht van een andere kant. Daar zit je in plaats van een schip met een zaal, een kleinschip, een platbodem. Die daar. Nee, het is geen platbodem, dat is gezonken. Ja. Ik heb straks gezegd dat die vleten doorheen heel de stad lepen. Je zei ook dat die door tuinen lepen, door de lof van huizen. Nou, niet alleen door de lof van rozen. Maar ook naar de hof van kloosters. En het is bekend, ik heb het tot op de 7e documenten gezien. Dat is dat de kloosters, dat de Clarissen waren of weet. Die klaagden dat er een vleet of een zaadtak van een vleet uit die hof leep. En boven die hof, of boven die vleet, hadden die zo'n roze, hadden we zeggen. Dat vinden nog in al kastelen ook, als ik ze eraan ga of zeiden dat. Hey, dat zijn zo'n klein kabinetjes die boven het water hangen. Ze hadden dat ook in de kloosters. Hey, de mensen, de nonnetjes, konden die zelf een volg doen. In de wc mensen. Wat een berg. En ik vertel geen moppen. Bewijzen, dat document. Dat is dat er staat, de jongens waren. Jongens, niet masker waren gestoten, masker vreugd. Die waren niet klooster, hè. Dat daar staat, de jongens waren die dan met zo'n klein bootje op die vleten werden. Tot onder die toiletten, zal ik maar zeggen, de gemakken. En dan was in een oude tekst met klootpapers geschoten. Klootpapers en klakkenboren. Iedereen kent een klakkenboren. Dus van vleerhout gewoon heb ik de merk daaruit. En dan zo'n stokje met de stumpen, dat er dus een zaal luchtdrukpistool moet. En dan stak er zo'n hart in, en dan heb ik te maken over stroppige papier. En dan kwamen ze eronder en dan zagen ze plop tegen die billen van die. Ja, en die lange sommigen misschien wel, maar waar bouwden er niet mee om konden. En dan klacht 19, en die zei: de stop is van het toenmalige schepencollege geweest. Schepencollege vroeger was iets anders dan hij, ik kan dat niet vergelijken. En dan is er beslist dat de nonnetjes een keting mochten over het water spannen, een serieuze keting, dat je dan niet duik kon varen. Maar de nonnetjes moesten wel de keting wegdoen als je duik moest. Zodat er een bootje kwam, zeg maar iets gelooien met kolen of met stenen, en dan moest duik. Moesten ze de keiting wegdoen of laten zakken en ze gaat het boetje daar wat spannend over de keiting.
En konden de jongens niet meer uit. Alsof dat dat genoeg was voor die tijgertallen, die keining. Dat is een andere zaak. Maar kom, duidt fout dat verbouwde weer, dat er zo'n keining was, kon men ook optreden. Om een lucene, allee ja. Dat is een verhaal dat niet verzonnen is. Dat echt verzonnen. We gaan nu langs daar in Sint-Janskerkhof in het Kapgat. Net kruin water. Iedereen weet waar dat is. Hier. Dat moet er van bij, dat kan niet. Ja, hier is u. Ah ja. Dat is één, maar dan... Dat is een vrij recente foto. Met een grote klins, waardoor je dat heel breed doet. Wat het is. Het is smaller, maar... En hier heb je nog een foto waar dat je een bootje zee varen. Van die bootjes waren de stoute kinderen, de stoute jongens mee op de vleten varen. Je kunt de doekjes laten circuleren. En dan ziet je inderdaad, er zijn nog tekeningen van, ik heb mijn baba niet alles meegebracht, waar dat je duidelijk ziet dat op die grachten, de vleten, de varen weer. Plus dat er ook tekeningen zijn, dat je dat zo'n tekst een visser neemt. Waarom niet meer? Ja, mocht dat niet op vissen. Daar mocht ook de stadskracht niet vissen, zijn nog wel zat of wel vissen. Daar moest daar een toelating van hebben, van de heer, dat, de Bertouds, maar later Kazer Karel of wie ook hebben ze me. En dan hadden de abdijen of de klooster zouden daar echt met dat op te vissen. Dus dat wil zeggen dat is het klooster van Tafelrecht dat op de vissen in de Deil, dat is een grote Mechelen. De deden of die konden de vuile buitenvuil verpachten. Dat waren bronnen van inkomsten. Dat op die water zat wel vis. Hè. Je moet niet denken dat dat er al veel gasvissen waren. Hè. Daar zat vuil vis op. En je vindt dat in teksten tot die dag in die. Dat er dus geklaagd werd door de Maasjes. Maasjes, wie die kent, dat zijn dienstmaanden. Hè, want dit is nog smazen, ook in Mechelen met het andere, hè? Dat de mannen kennen. En de knechten klogen, dat ze bij alle mistas, mistas, te veel zalm krijgen we tijden, hè? Dat ze een meug waren, hè? Omdat dus dan een hele courante vis was, hè? Toen, nee, bij ons toen. Gedaan, zalm is nou een goed product, maar... Dat is toch een vraag, de vis en de goede pompen vissen. Wat kost nou een kilo mosselen, weten ze? In mijn jonge jaren kost een kilo mossel in het slechtste geval wel frank. Een kilo mossel, dan moest je wel zelf kussen. Dan moest je zelf kussen en zeker in slag. Want dan komt alles weg. Dus dat vind je ook. En je vindt zelfs, met dat je zee op al printen, ze met een lentje vissen. Maar je doet ook dat ze met net vissen. En dan weet je dat er professioneel gevist werd, want de gelegenheid visser met een vislandje, die komt niet met een bootje mee net. Die riveren zaten vol vis. Hij had kloosters, die ook, nog een vavertje hadden, waar ze vis kweekte. Hij kweekte, die groeide vanzelf eens wel. Want dan moest wel viskijt hebben vervroegen. Al die vleesvrije dagen, dit is een vis. Of een ei, een aar. Maar geen raaiaren, maar een gekocht of een bakken aar. Dat is een test. Draakaar, raaiaar. Dat is een test. Zo testen we. In dat parabo. Ja, en dan de schotero. Ja. Dat schaat dat pas. Wat is dat nou? Daar horen wolen, dat je van Mechelen zeg. Als je dat kunt doorspreken, die draar jaren, dan zijn ze een goeie. En voor de rest is misschien nog een betere, hè? Maar dat zeg je niet. Dus dat weer wel visgeiten, die weer voor een deel eigen vangen in die watertjes, of weer die naar eigen brocht. Die weer naar eigen brocht, ook per boot. Tranen waren niet. Van auto's per boot. En die vissers die kwamen van de
zijn eigen schilder. Ik vond het genoeg bekend dat je begroet in de letters zijn, hier zeker. Nee, dan brocht je die mossel, dan brocht je eventueel ook vis bij. Maar we konden vis niet bewaren. En dan wij werden de vis gedroogd en geroekt en gepekeld. En uit vat dat die wel vis en ook vlees gepekeld bewaard blijft. Dat deden die groenten dus. En dat reden was makkelijk. Het gepekkend vlees is weg, maar de groenten dus is gebleven. Nou, ik wil die mensen die ons met verhovers niet in slachtachtig stellen. Maar dat beer dat ze dronken was vroeger wel. Messen ook, hè? Dat was van dat slapbeer een beetje sterker dan totel, maar dat was beer van, moet ik zeggen, draagraden. Dat was normaal beer, dat is bekend. En men weet ook hoeveel beer dat ze dronken, hè? Dus kan dat nog maar even ter sprake. Omdat er een zekere dokter Arts, de rechtschef, geloof ik, verbonden, steun gemocht heeft, gemakkelijk, over het gebrok van graven, belastingen graven. En uit fout dat je daar kunt zien hoeveel graan dat er verkocht werd voor de braven, kon je ook vermoeden hoeveel beren er gebracht werden. Dat is simpel. Of, en dan al die verhalen, dat zelfs van Bobberg, van die grote hoeveelheid beren, veren, wafleter, beren dat die dronken, vergeet dat. Als je breed raakt, maar heel breed raakt, nog breed, komt het maximum. Anderhalve liter per dag. Maximum. Omdat je moet rekenen dat er al kinderen zijn die geen beer drinken. Dat er al mensen niet drinken. Dat er nonnetjes en pastoers waren die niet dronken. Dus maar maximum een anderhalve liter beer. En je dan vuil wie dan wonig. Verre is dat vuil of wie dan wonig. Dat is waar. Maar zelfs dat zijn zes pintjes. Ja, maar de, en dan van die maar drie graden. Daar draait hem rond. He, dat men wist, kaigeleerd werd gebroken, empirisch, dat beer een zoveren drank was. Waar nu? Maar waar was de deur? Een gewone mens kon dat niet betalen, kostte te veel. Maar beer was betaalbaar. En daardoor, als je reglementen leest, ordonanties van Kouder, Karen, Jolip en Tweede, over... Bijvoorbeeld in de periode van hongersnood, ik heb daar in een tot nog moeten een stuk over schraven ergens. En dat ze probeerden de prazen van granen toch te drukken. Voor twee redenen. Ten eerste is de deur, krijg de broedopstanden. Nog in Afrika, in Azië, en dan nog de broedopstanden. Het zijn moeilijk vrouwen die gaan betoven, hè. Want die moeten we tijd hebben. En beer wordt de deur. Wat deed men dan? Om dat dan tegen te gaan, de beer was slapper gemaakt, maar meer water bouwen, maar niet meer graan. Maar, ik verzeker ook, zelfs als slap of strafbeer, bouwen die in onderhalve liter, komt het praktisch niet. En wat is die in onderhalve liter? Wat bevelt een dokter aan? Madame of meneer, je moet per dag anderhalve liter drinken. En waar staan we terug? Al wil die mannen in de 1500 pisten dat doen. In een dokter zijn, meneer, je moet anderhalve liter drinken. Ja, nu die gezegd dat dat water moest zijn. Anderhalve liter lust of dat moet gezond. Ja, maar kom, je moet een keer drinken, niet te lang. En we gewoon gesproken. Gewoon weer ingevoerd, dat was duur. Maar echt in de late middeleeuwen, spreek 1340 tot 1400 toen, weer de woon in Mechelen geproduceerd. Dat waren wijnvelden, want bergen kun je men dat niet noemen. En de Pinnenpool in de Antwerpse paal, die kant. Dat vindt in de schepenregisters de verkoop van die gronden. Dan vindt u die akte, wordt verkocht zoveel, ja, moet ik zeggen, vierkante voeten of vierkante roeden. Wijnveld, Wingerde, en daardoor men weet dat er wat was. Volgens bepaalde bronnen, maar ik heb nog niet echt gevonden dat het zo was, was het rode wijn. Was? Rode wijn. Ja, rode wijn. Ah, wat de aan te nemen is, rode wijn, is gemakkelijker misschien. Weet ik.
Nee, in koude streken is witte gemakkelijker te groeien. Ja, maar toen was hij nog zo koud niet. Het is vries. We hadden toen, even maar later, de kleine, wat men noemt de kleine aasdaas te krijgen. En dan is de waterbouw uitgesproken. Daar zijn dikke boeken over geschreven, daar zijn een Nederlander over schitterende boeken, maar niet voor te lezen, maar voor te raadplegen. Er is veel tussen. Een telefoonboek lezen ook niet. En toch heb je die goede, hè? Waarom? En ook komt het als we een boek over het klimaat, daar bijvoorbeeld verhalen te lezen, kronaken. Want thermometers kennen ze niet, Celsius kennen ze niet, Fahrenheit kennen ze niet, daar wisten ze niks van. Maar als je vindt dat ze in 1417 met kar en paard over de Rijn rijden in Keulen, dan ben je er is dat het een hele strenge winter was. En zo kan men dus gradaties maken. Als je leest dat de warnhoest in de volle hagel in de bouwvraag helemaal vernield was, dan weet je dat het slecht weer was. Of als je leest dat de Schelde dichtgevrozen was, nou, dan weet je ook dat het een strenge winter is. Of als je leest dat in het Hageland alles overstroomd was van de overvloedige regenval, dan weet je dat je een slechte zomer gaat hebben. En zo heb je dus ook bij ons een warme periode. En dan wat men noemt de plan aan afstaat, en dan zijn we terug aan het opwarmen. Die maakt dat zo, hè. Nou is het met dus een opwarmende beweging. En dan krijg je dat terug. Zo zijn er een die erover kwieken misschien. Ik weet wat geeft dat, hè? Ja, maar de zoon van een goede vriend van mij, dat is, den is bekroond geworden voor zijn wijn. Dat is dus een bekroonde wijn. In het Hageland zeker. In het Hageland, ja. Vol. Rutger. Hoe is dat, hè? Dus, nou weet je met, hè, dat we dus een Belgische petit cru non classé kunnen drinken. Ja, ja, maar ja. Ja, dan komen we zo verder. Maar we niet. Wel, we staan hier terug, hè? Ik het toch? Dacht het er nog niet. Maar ik sta nu al terug aan een brugske, op een brugske. Je ziet zelfs daar nog een stukje van de leuningen. En je ziet aan de bouw van de huizen dat dat een vliet was. Hè? Allee, opa was vroeger, dat was de loop van de vliet volgens mij. Waar dat gezet, dat was de vliet. En daarachter, het gebadovingen, ik weet niet van wie dat is aan. Hè? Maar dat is ook duidelijk nog open grond. Hè? Dus dat is een klein brugje, wat verder komen we aan de grote brug. Hier komt de nieuwbouw ziet, ja, die een open tuin, ja, is van de stad, ah, dus ja, terug. Ja, er zijn ideeën over, maar er is nog geen zekerheid. Veel wensen, maar nog geen zekerheid. En de rest is afwachten. Dag, mensen steunen. Als je plan hebt waar risico's zijn, is dan een met me steunt. Want de overwinning heeft vele vaders, de nederlaag is een weeskind. Maar dat is zo. Ja. Een tobbe en dan met een plant groeide, onder andere Jean-Barca was dat ontwikkeld. Jean-Barca was dat was een met die Jean-Barca noemde tot aan toe. Dat was medevleetjes in de lip, dat zijn die bomen die me daar even gezien hebben. En ik neem aan, meneer Timmerman, dat dat stuk ook zou kunnen opengaan. Er is vraag naar. Het stuk gras, dat is van de stad, de rest is nog privé. Het feit dat het niet bebouwd is, is er een kermis of zweet. En die had mijn hele vinger en die kapte die zelf af. Ja, dat moet ik alles over vertellen. Ja, maar dat kan. Want dat is dood, hè? Een hoeken zat en je dat een. Kom, we dwalen af, maar dat was vroeger het systeem. Afkappen of afzagen. Met zo'n zout. Ja, Sint-Jozefzaak of een bouwzaakje. En dan spreek dan in 18 eeuw of nog vroeger. En dan hadden ze een groot
azer, dat weer wit gloeiend gemokt. En dat weer op die wond gedrukt, die schroeide dicht. En dan kwam daar geen ontsteking aan. En als je dat overleefde, overleefde alles natuurlijk. Maar wat waren wij alweer. Dus, ja. Pak dat daar ook nog. Dat waren ringen waar ze de bootjes konden mee vastleggen. He, want dat waren doorsteken naar de selken of wat ook. He. Daar werden daar zijn er nog. Dus het is een bewijs dat er werkelijk gevaren werd. Ja, ja, dus. Stel dat buiten al die blikjes of zo het hier opengelegd worden. Dan kun je echt op de voertocht doen. Dan dacht je dat je door die bruggen. Je kunt nu wel een stukje. En dat zee, ook zo'n rondbouw in witte steen. Juist gelijk dat je daar hebt. Tekening van de noten ongeveer op ware grootte. Dat zijn kleine tekeningen van de noten rond een album. Toen we de open gegraven hebben, zat hier een buis van 1,40 meter in. Die kwam van hinder, die zat hier binnen. En die had een verbinding, heeft nog een verbinding. Via ze zeggen, de bejaarde woningen met de binnendijlen. We hebben die buis vanaf het eind van het water tot in de binnendijlen volledig proper gemaakt. En we hebben die verbinding terug opengemaakt. En er ligt nu een grote leiding van een pomp in. Wij pompen water uit de binnendijlen. Via een leiding die in de straat ligt. Tot helemaal vooraan. En daar komt het water in het water. En ongeveer om de 14 dagen... hebben wij een volledig circuit water rondgepompt. Wordt alleen 's nachts gepompt, omdat we overdag anders te veel spoeling krijgen en het zou kunnen zijn dat tegen 's morgens nog troebel is of stinkt. We pompen het uit de binnendijlen, we pompen het tot van voor en die buis, dat is buis in buis, een deel erdoor en een deel terug in de binnendijlen. Dus, nee, wij pompen het gewoon vol, het staat op 2 centimeter hoger, dat wil zeggen dat het 2 centimeter lager eruit loopt. Dus om de 14 dagen zijn we rond. Niks. Zo erin. Ja, dus puur dijlenwater. Ik heb daar een visje in gezien. Ja. Visje dat klein genoeg is en geluk heeft, dat krokt voor beide scoopjes van de pomp. En die ander, dat is foeier. Dat is filet. De Melaanbrug. Hier was een brug. Hè. De meeste Mechelaars gaan dat nog geweten hebben met dat leuningsje dat daar stond. Hè. Bij mij weten ligt er nog altijd in de binnenkoor van Buslade, als het er nog ligt. Maar dat lag daar, als we daar woonden in een tijd, die dat binnengelegd. Daar stond dat klaar winkeltje in ook. En dat was zo'n klein brugje dat je nog zag, met een stukje leuning. Dat stukje leuning zou nog kunnen bewaard zijn. Dat noemden ze de Melaanbrug. En hier heb je een foto met de brug en de vleet en dat oud winkeltje. Dat oud winkeltje dat is goed beschreven in het boekje van Frans Perkmans. Twee boekjes van Frans Perkmans. En dat is heel vlot leesbaar. En die boekjes die kun je ook waarschijnlijk in de bibliotheek wel uitlenen. Ik denk dat toch. Dus, de Melaan geeft terug een idee hoe dat eruit zag. Die leep door en die kwam daar in de duinen. En zo konden die circuits maken, hè, met bootjes die zo van op de duinen ook voeren. Al wat dat gemakkelijk was. Hè. Veronderstel dat er een helper is en je gaat woonden ergens. En hij brandwagen moet gaan werken en met een boot. Hè. En met een boot moet werken en met een boot naar werk. Nee, als je kunt... De Kraanbrug,
Dus je wat voorzichtig zijn, kunnen onder zijn. En dan zit alleen de benijsloos, de misère. Die moeten laten open in dodo. En anders konden we dan in Amerika varen. Niks in de weg, zo was je de benijsloos verbazen. Recht uit naar Amerika. Of je dan niet gaan rijden, ga kunnen doen, dan nou naar Hongkong varen. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan dan makkelijk. Ja, dat kunnen we ook van het kap, hè. Allee. Beneden ook even gestaan, zodat we een stuk gaan. De Deen. De Deen is, om het poëtisch te zeggen, de hartverklop, de bloedstroom waar dat de stad naar leeft. Ik heb je strak gezegd, drie schepen om de top tot daar aan de Kraanbrug kon open. Nou was het nog moeilijk. Als de brug is, die kon er daar niet goed op de tijd. Wat brochten die naar mij? Ja. Die kwamen op Noorden, moesten die ermee, via Schaduif kunnen beginnen. Dus ik kan dat trappen op Noorden hier naar beneden, die schilderen op, druppel te halen. En wat hadden die voor? Hout. En wat is die voor? Die bossen. Maar wat kapjes in de stof te steken in de brokken ademen. Maar wat dat wel belangrijker was, die brokken granen. Want we moeten misschien reuzen, maar onze landen eten. Zeker wat we daar al willen. We konden het niet verzenen in de rijden. Want een volk plus de oppervlakte grond die kon bebouwd worden en vruchtbaar genoeg was, die moest die al die benen verkouden in het dorp, dat had de water nog niet, dat spreekt het nog niet over. Die moest toen denen we oude planten, raapzaad en water, want hadden we dat niet nodig. Die moesten ook denen verfstof in de textiel te kleuren, de plastic weer. De stukste grond dat maar moest het allemaal groeien. Dus verde gaan in. De agroproductie is ook niet. Plus dat in de kampen, die graankoopwegen, die grond was de pauze, daar konden ze de boekwerk wegen. Dus voordeel van in het Oost-Europa. Het oosten, de Baltische stad. Want dan was echt wat gekomen, dan is er ook pomperen, de Baltische kant. Dat was de graagjes. Spreek ze van het dat precies normaal is, maar lekt dat dan niet, want dan heb je van die waarde. Dat weer ook wel graag gebruikt voor de brood. Dat brocht er nog mee. Die brochten op de Britse eilanden. Engeland, Schotland, Noordelijk, Schotland, Oost-Engeland. Want die was een grote textielindustrie, wolindustrie. Dat is een draad minstbaar. En we doen dat in Rusland, nota bene. Van die machine, de makkerslaken, verkocht weer op de jaarmarkten in Kiev. Je hebt dat daar Oekraïne nog weer terug. Oekraïne. Dat ging via de buizen van Frankfurt. Zo ver het land, Europa. Dat ging de laken weer uitverkocht op de grote jaarmarkten in de Champagne-streek. Dat is ongelooflijk. De mekkelen van de stad, waar
beste kwaliteit voor het glaasje. Ja, dat heb ik geblazen deur op het moment dat een ander dat doet. Dus er is niet schijn en zo, maar kom. Wat brachten die nog mee? Ooit. Hier op zode. Er waren nog een bordel. Ik heb het strak gezegd. En die man die kwam aan heeft, in wat men zo schoon noemt, fusten. Water. Want mensen kochten hier flessen hoor, die kochten een vat hoor. Flessen waren hier leuk, hè, die te betalen. En die hadden in een warm liggen, toos of ergens in de kop, trokken die nacht op vuur en met die. Die brokten ook zodense waren. Mannen de zanen van die zoute wanen die in Spanje en Portugal waren. En ik zou het niet zo vluchten, dat die de snoet zou zenuwen met brok. Dat was lang niet weg. Hoor. Men vertelt wel dat die van hier rood, dat beer mijn naam, maar dat kan. Een beer kon niet bewaren. Al die verhalen van beer, we kouden elkaar, vergeet dat. Vergeet dat die spreekpraat van de koek zat te vinden. Beer bewaren. Dat moest dat niet. En daarmee dat die allemaal brave verhalen waren. Als je de tekstenlijst van vroeger heen waren, zeg maar eens, 20 brave verhalen. Elke brave verhaal was een café. Hè? Of twee cafés, of draaien, die hadden dat braaf geraken. En die braden, en dat beer ook pas na een paar weken, braden die terug. Het werd mijn beer bewaard, en mijn kont niet bewaard. Het is maar later, als ze echt met hop gingen werken, en wat weet ik allemaal, dat ze het konden bewaren. Maar ook nog beperkt, hè. Om je beer van hier rotvuren, dat is een woeste ergens in het middenland van Spanje, hè. De gerust, Karel, die dronk in Mechelsen, die is ook wel waard, hè. Dat is vermeden. Ja, maar die leeft stof op de schade. En de zang kan er niet van leven. De zang kan er niet van leven. Ik heb geen gift. Ik heb er van wandering. Ik heb er van wandering. Het is een poetje van. Poetje. In elk geval, dat was een zeer druk, want die namen Gota de Laken, dat ze die zo stonden. Die stilden hadden. Schepen voeren, binnenwater naar de Maas, of naar de Raad, die doen we raar af, het willen over land. Het is niet makkelijk met boete te pleuren, dat zien we, en daar, of we kunnen of wat doen. Naar Keulen, de raar af, het land in. Veel dus nog goed, de schiet die kanon. Mechelen, raar, een langere stad, van kopergeters. Niet dat ze koper, dat is dat is een hele goede liem. Klaar. Diepputten straat. Dus daar nog, weet die fimozen, weet ik ze. Doe het met een hoekje iemand. En ze gouden in kanonnen. En klokken. Ja, kunnen ze je klok niet meer geven. Die bellen er niet meer. Een klok loeien in een rood dan. Dan kunnen ze het niet meer. Waarom weet ik niet, maar het kan niet. Dat weer rood gebeurd. De vliet. De vliet. Jongens, straks wel even gezegd, de vlieten krijgen wisselende namen. Dat zijn namen bekend, de Heigracht zijn we geweest. Dat de twee Melanen, met de twee broeders heen, van de, over de Meeuwen. De Melanen zijn, dat is dus nog de koolvliet. Dat die de vliet, je hebt dan nog het vlietje zelf. Ik heb straks gezegd, de vrouwvliet, de boeimeer. En dan die muizen, de barenpijken, die vaten allemaal vlieten. Dat is nog ergens een leuke stier en de andere vliet. Om onze weg beek te komen. En hieronder is de vlietenkelder. Dat ligt dus nu ook. Oude kop, je kunt dat niet, kan zo zeggen. We gaan dat niet onze tijd aan bestrijden. Dat is een aparte zoek. Als je dat wilt doen, een speciale gidsen voor, dan moet je terug dan een paar euro of iets voor uittrekken. Want dat is een hele circuit. Daarin en je komt niet erachter bereid. Als die tentoonstelling was van het werk van de studenten van de academie, dan ben ik er geweest. En toen
Ik ben op de voet in de roos gegaan, maar dat schijnt intussen voor alle petters aan in mijn koord. Veel meer. Hey, toen was dat, het was open in feite maanden te vroeg, maar ja, dat was afgesproken enzovoort enzovoort. Maar, ik ben er wel in geweest, in Verenwiete. Zijn er hier nog die, in, die hierin geweest zijn in de oorlog? Ja. Ah. Dat doe ik al wat ouder, hè? Lekker naver als gaan, ja. Ja, ik ben mijn zuster woon in een schoonwijgerstortje. We weten niet weet dat is de Schaalstraat. Maar daar woonde vroeger de Stadsschouwwegen. En als kind kwam ik, ik was toen 8-9 jaar, in spelen, maar nog wat van de joeg. En dat was open toegankelijk, dat was de ingang hier, niet en daar zo. Omdat, als het alarm was, dat was een publieke, een openbare schuilkelder. Dat ik dat voor nog had in Mechelen. We moesten er direct in kunnen. En waar gingen we daar eigenlijk lekker liever in te zijn, hoor. Want het was nog wat donker, wat griezelig. Ik ben daarin geweest. En ik ben er nu in geweest. Ik was verbaasd dat dat vrij groot was. En die, nou, een van die mannen van de bouwleider stond, die zegt, ja, zegt hij, we hebben daar intussen van binnen wat muurtjes weggebroken. Hey, dat volume was veranderd en in een tijd waren er ook schuts tegen de muren of iets. Ja, er stonden banken in. Hoor. Ja, dat was afgesloten, de kringen, maar dat geen blote muur was. Maar als je kans hebt, maar je moet dat wel individueel is, maar tussendoor toegankelijk, dat moet je volgen in de krant. Of desnoods vragen op toerisme, wanneer er een groepsbezoek is. Dan kun je met een gids, een Mogherini met een gids, die het kent, die is niet een uitleg kan een koek geven, maar dan denk je, ha me, voor dat open te doen en toe te doen. En die kastjes allemaal ook van die, daar weet ik niks van. Dus, maar, dus er is kans dat er een paar gidsen die dat kennen, maar dat kun je dat park bezoeken. En Develeen is al lang dicht hoor. Hey, dat stuk nog niet. Dat lag nog vrij open tot voorbij de leuningen, of zo daar, IJzeren Leuning. En daar waar dat de stolen staan van het café en zo, dat was al afgelegd met vaten volgens oud teksten, met planken. Dat was al afgelegd. En dat was een vismarkt geweest. Maar die Vleet liep door en die juist voor het schepen was. Vlakker verdrooide die op een hoek van 90 graden. Naar van hier rood gezien naar rechts, parallel met het gatenstutje naar de buitenmarkt. En daar noemde de Oveden dat de Koolvloed. Maar daar lag die al lang dicht hoor, want die lag al dicht. Ze hebben het schepen was gebouwd, ze hebben het Vriesoos gebouwd. Ja, het Vriesoos stond daar. Dus wat de Vleet al over zelf. Heel lang dicht. Maar de naam is blijven, Dus eerst staat op een van de beroemdste vleten van Vroeger. Daar zijn ook oude prentjes van, waar ze dat er een boekmoedjes liggen. En er is een brief van Margarethe van Oostenrijk, Kim Bob, ik heb een correspondentie gezien, ergens rond 1520 weet, dat hij naar de stadsgraf met de vragen bij de vismarkt en de zeemarkt te verplutsen. Want dat stinkt inderdaad. En dat vind je dat vlakbij. Je kunt indenken, je vismarkt, dat dat onaangenaam ligt. Nou, nog een tips. En dan daar de veemarkt, de verkjes en wat weet ik. Dat die heel erg stinkt. En Margarethe van Oostenrijk krijgt van Stadsbestuur antwoord dat de vismarkt en de veemarkt blijven waar dat ze waren. Simpel, kordaat, zo vuil als je dat, je hebt er nog niet mee te boeien. Nou, het strafste van Alice, en ik ben er al verbaasd over, Margarethe van Oostenrijk had binnen de 8 dagen antwoord van het schepencollege. Binnen de 8 dagen antwoord van het schepencollege. Doe nou! Zonder computer, zonder droom. Dat was niet veel, hè? Zo
wordt niet ver van elkaar, hè? Hé, hey, maar pak dagen was het ja, dat dubbel is bewaard met in dat in mijn land. Kanalen. En toen had je nog geen computer. Niks met stad te maken, dat is de post. Ja, ik denk dat dat toen een buitenwerkst tot was voor die, dat moest wegdoen. Maar ja, kom, we lachen dan mee, maar op 8 dagen, binnen een 8 dagen aan die hand. Die kolenvliet bleef dus tot daar tegen het schepenoos, een sterke bocht, een scherpe bocht. Naar rechts, en als dat oos het hoekje, een winkeltje gebouwd is, niet café kennen, maar de winkel, ben ik ook in ieder geval geweest. Ik kon dat zijn, ik werkte op dat scheefdoel, kon dat zijn vanuit het ventertje aan de wc in die put en op zekere nacht zie ik uit de palen zitten. Ik ben in die put geweest. Ik heb dat 2 uit de palen, 2 of 3, gaat die mannen zo, ja, dat is allemaal vol, hè. En die hebben de rood getrokken. Ja, ik heb die meegenomen en ik heb die in het stadmuseum in de kelders gedaan. En ik neem handen hier. En dat waren palen, dat konden heel goed zijn. Ja, like dat koek in de put gezeten, maar ze de toenmalige in Friesland hadden. Dat dat palen waren, waar ze de kade, de koombeurt mee afgelegd. Kanaliseren van de regen. Was er nog een goede stad? Relatief, ja. Ja. Het onderstuk van bovenin. Ja. Maar het onderstuk dat nooit niet op het water geweest is. Ja, ja, ja. En dat zat in de klei, in een oergrond, in de kleigrond, dat was nog een plezier. Het bovenstuk niet, dat was eigenlijk ja, af te brokken. Ja. Maar we gaan verder. Een stuk van de vlietenwandeling, de Buitenmarkt. Ik heb dat even gezegd, de vliet. Noemde ze eten en koolvliet. Waarom? Omdat die kool gelost werd. Kool bedoel ik geen nullen, maar uitkool. Een makkelijk verschil, hè. Ullen is steenkool en kolen is uitkool of boskool. Nou, we makkelijk dat geen uitkool, maar boskool. Hij had een tekening gemaakt met boskool. En dat werd ingelost. Die vliet is al eeuwen dicht. Ik durf niet zeggen van boten, maar ik denk die al dicht was van in de 14e. Want dat weet de Buitenmarkt. En je gaat volgens mij geen buiten verkopen als de vleet heeft opgeladen. Ik kan heel moeilijk indenken dat dat samen gaat. Of melk, boter, rare kaas. Ik denk dat melk en zeker boter slecht kan worden van de vleet. Van de geuren, van weet ik. Die vleet, oud collega Timmermans zeggen, die leeft niet. Parallel met de uizekes in de gaten. En daar thuis waar dat ziek op staat, het schildje brul, dat is de vrienden van de vleet. Dus al die ozen in de gatenstraat, die winkeltjes, zijn allemaal niet tegen dan dat oosbrieven. Ik kan niet zeggen, maar ik denk dat dat goed 1 meter is. Van de vleet daar onder de grond heen is er nog de breedte van het huis, maar een meter of 10 verder is er nog 3 meter. Dat is een van de foto's dat ik u gegeven heb. Er zit een foto van binnen bij. Ligt die nog open daarachter? Ze zijn nu niet bepaald goed van kwaliteit, want daaronder trekken is niet gemakkelijk. Kijk, ik zal ze direct omdraaien. Hè. Hier achter ons ligt een ijzeren deksel, dat is de ingang van de vleet. Vanaf daar, naar Ginder gekeken, zie je dit. Collega, jij bent dat moeilijk omdat de ambtenaar niet kan zeggen wat dat wil zeggen. Maar nu de laatste teneur is om dat terug open te leggen of toch een stuk. Niet helemaal heb ik begrepen, maar hier een stuk en dan daar. Ja, de wijskerk niet, maar dat is het beste idee van het schepencollege. We zijn op een grote markt vertrokken een strek. Er stond een strek, een witte kamionet. Ja. Maar wij hebben aan de achterkant gestaan. In de kabinet zijn nu de computervoorstellingen van wat het zou moeten worden. Ik weet niet hoe lang dat die er nog staat of niet. En anders is het. Dat is een goed slot. Ga naar de grote met, naar die kabinet zijn, dat die er staat. Je kunt er binnen gaan zijn. En je mag allemaal op de met iets gaan drinken. Maar je moet het wel zelf betalen. Oh. Dank u voor uw aandacht. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Fantastisch. Ja.